Ja, het is misschien een beetje voorbarig, maar ik heb het gevoel dat kwalificatie voor het EK 2020 niet zo'n groot probleem gaat worden. Ja, dat is voorbarig. Tuurlijk is het voorbarig. We hebben één wedstrijd gespeeld, nog zeven te gaan. Maar het is in ieder geval wel een lekkere start. En tegen Wit-Rusland winnen, je weet nooit hoe dat gaat, hoe je begint. En als je dan één minuut voorkomt tegen zo'n stugge ploeg als zij, die waarschijnlijk loeren op de counter, is het wel heel lekker. Want dan ben je misschien net iets rustiger, net iets geduldiger. En was in ieder geval fijn dat we zo begonnen. Vond je het vervelend dat je in de rust gewisseld werd? Ja, je wil nooit gewisseld worden. Ik baalde sowieso al van de gele kaart, omdat ik denk dat dat duidelijk geen gele kaart voor mij was. En dat gaf de scheidsrechter daarna ook toe. Alleen de bondscoach gaf als uitleg dat hij sowieso geen risico wilde nemen. Dus dat verzacht dan een beetje, maar je wil nooit gewisseld worden, natuurlijk niet. Ik zag nou voor training op jou dat volgens mij wel een gele kaart moet zijn. Ja, dat is achteraf praten en dat is gewoon balen en jammer. Maar daar kan je niks meer aan doen, dus dat heeft geen zin om daar nog over te praten. En de club waar jij speelt is misschien niet de grootste club van naam, ook als je kijkt naar de huidige selectie. Zeg dat wat over jouw niveau op dit moment? Nou, ja, ik vind, qua naam misschien niet, maar wij spelen met Atalanta wel heel erg leuk voetbal. En ik denk dat er in Italië ook veel over ons wordt geschreven als team, waarin we hele leuke en goede dingen doen. En op dit moment voetbal ik daar lekker in mee en ben ik van waarde voor dat team. En dat probeer ik hier ook te zijn en dat wordt hier gewaardeerd en daar ben ik gewoon heel blij om. En ik hoop dat ik dat door kan zetten en dat ik van waarde kan blijven voor het Nederlands elftal. Dan wil ik er nog even twee teamgenoten van je uitlichten. Eerste Kenny Tate, leek een zweepslag? Ja, een hamstring of een kuitblessure denk ik als je in een sprint. Heel, heel lullig voor hem. Ik denk dat hij ontzettend veel zin had. Dat zag je de hele week al op de trainingen. En dan als je na een minuut gewisseld moet worden, dat is gewoon heel zuur voor de jongen. En ik hoop dat het meevalt, maar vooral balen voor hem. En ik hoop dat hij snel herstelt. Ja, wel lekker dat jullie in ieder geval 3-0 voor stonden met nog een kleine half uur op de klok. Ja, precies. En ik denk dat we daarna nog gewoon een paar goede kansen kregen. Omdat we misschien wat meer ruimte kregen van Wit-Rusland. Dus, maar goed, vooral balen voor hem. En ik hoop dat ze snel kunnen onderzoeken wat dat is. Dan nog even de man van de wedstrijd, denk ik. Memphis Depay. Niet altijd verzekerd van een basisplaats in Frankrijk. Nu wel bij het Nederlands elftal. Hoe kijk je naar hem? Ja, hij is gewoon super belangrijk voor ons. Hij speelt hier met vertrouwen. Dat zie je ook. Ja, hij scoort, hij geeft assist, hij doet knappe dingen en ik denk dat hij met zijn leeftijd en voor wat hij doet, zeg maar, voor dit Nederlands elftal gewoon super belangrijk is. En ik hoop dat hij dit door kan zetten. Het is altijd lekker als je doelpunten maakt, als je assist geeft. Maar ik denk dat je in de voorbije wedstrijden, ook in de Nations League, hebt kunnen zien dat hij een van de belangrijke spelers van ons is. Ja, de gretigheid die spat er vanaf bij hem. Kan je er iets bij voorstellen dat hij op de bank zit in Frankrijk? Nee. Als ik zie hoe hij hier traint en hoe hij hier gefocust is op wat hij wil, dan is dat, is dat moeilijk te beseffen. Hij mag altijd naar ons te komen, want daar zal hij wel spelen. Nee, maar die jongen heeft ontzettend veel kwaliteit. En ik weet niet wat die trainer beslist. Maar bij Lyon spelen natuurlijk andere goede jongens nog. Maar met een jongen met zo'n kwaliteit die altijd de wedstrijd kan beslissen, zou ik altijd opstellen in ieder geval. Tot slot, hoe profileert hij zich in de kleedkamer bij jullie? Nou, hij is een van de leiders. Hij pept op. Hij geeft het goede voorbeeld. Niet alleen buiten het veld, maar ook in het veld. En de gretigheid spat er vanaf. En dat ziet het. En dat heeft natuurlijk zijn weerslag op andere jongens. Dus hij is gewoon een belangrijke persoon voor de groep. En voor iedereen op dit moment.